Waar in Nederland ben je opgegroeid? Rotterdam-Zuid, Feyenoord, Oranjeboomstraat. Ja, ik ging van de ghetto naar de ghetto. Dus ja, Zuid heeft me superveel geleerd. Nu dat ik ouder ben, wie is echt je mattie? Weet je, iedereen hosselt op elkaar. Ja. En niet met elkaar, dat kom je gauw tegen. Heel veel vrienden die je dacht dat je vrienden zijn, waren als je jong bent. Nu dat je ouder bent, denk je van, je was wel een klootzak. Ja, dat is, je hebt me echt dingen gevraagd die eigenlijk je aan een junkie hoort te vragen. Ja. Weet je, van hé, ben je pasje niet inleveren? Zulke dingen, ja, dat is super vreemd. Sappies. Ja, snap je, dat zijn allemaal dingetjes. Ja. En je woont nu niet meer in Rotterdam? Nee, ik woon in Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Goeie smaak. Wat is de reden dat je naar Amsterdam bent gegaan? Mijn vriendin die woont in Horen, daar ga ik nooit naartoe. Ja. En dus we hebben een tussenweg gevonden. Oké, overleg en consensus, dat is dan weer heel Nederlands. Ja. Mooi. Hoe bevalt het? Wat is anders? Hier in Amsterdam denkt iedereen wat andere mensen over jou denken. Dus ik moet Balenciaga's hebben, anders word ik er niet bij. Maar je hebt geen geld. En in Rotterdam is het andersom. Ze dragen een trainingspak, maar hun tasje is vol. En hier hebben ze een pak aan, maar die tasje is met een deel. Dat is het verschil. Ah, dit is toch wel echt het Rotterdamse wat ik vaak hoor. Van, het wordt in Rotterdam verdiend in Amsterdam uitgegeven. Ja. Men vaak zegt. Ja, klopt ook als een bus. Oké. Okay. Ja. Daarom als Amsterdammers naar Rotterdam gaan, kunnen ze de man spelen. Omdat wij hier in de club, jullie zijn vippers. Jullie doen alles, zeg maar. In Amsterdam is alles groot. Als ze gaan vippen, willen ze 6 flessen. En in Rotterdam weten we, van, hey, we gaan maar 2 drinken. Dus we gaan ook maar 2 kopen. Dus hier geven, ja, hier is showen echt, is ook heel gevaarlijk. Want je ziet ook heel veel mannen doen ook hele rare dingen. Als ze het niet meer hebben. Ja. Ja, ja, er wordt soms geleefd alsof er geen morgen is. Ja. En morgen kan opeens... Dat een paar graden minder warm zijn. Ja, en dan dus heb je niet die paraplu bij van die regen bij. Ja. Dat begrijp ik. Ja. Je bent hier altijd nu in Nederland. Ja. En je vertelde net al van, je hebt altijd van praten gehouden. Ja. En op een gegeven moment ben je Baba Toriman Yaga geworden. Ja. Hoe is dat ontstaan? Mensen houden van praten of je hebt een mening, maar hoe is het ontstaan dat je dacht van ik ga dit verspreiden of online zetten of wereldkundig maken? Ja, mijn zusje weet dat ik hou van mensen plagen. Dat is echt mijn ding. Ik kan je ook vervelen. En toen zei ze van, 4 jaar geleden volgens mij, zei ze van film jezelf en zet het eens op Facebook. Het heet vloggen, maar zet een film. Ik ga je wijzen hoe het moet. Dus ik had een Surinaamse grap verteld en... ja, hun vonden het grappig. Ik vertel het gewoon, wat ik zie en wat ik vind. En dan, het ging over hoe Surinaamse moeders huichelen over iemand. Maar ze willen niet zeggen hoe ze... Ze weten hoe ze heten, maar dan gaan ze met de omweg jou vertellen. Dus, je kent toch die tante? Hij heeft een vriendin. Die vriendin heeft een zoon. En die zoon die heeft een meisje, een buurmeisje. En die... Maar en dan zeg jij bij, is toch Vanessa werkelijk? Dat is super grappig. Ja. Weet je wat? Je weet dat het Vanessa was. Je kon ook gewoon zeggen Vanessa van hier om de hoek. Ja. Maar Surinamers vertellen het zo raar. Dus had ik het online gezet en het werd gedeeld. En toen werd je niet snel gedeeld. Dus toen zei ze van, hé, hey, doe het eens nog een keer. Vertel eens iets anders. En toen ging ik dus vertellen. En ging over foto's die Surinaamse oma's maken in een gewoon in... Met heel veel bloemen om zich heen, met een bekken. Is super raar, maar elke oma heeft. Dus die ging nog beter. En toen had ik mijn zoontje gevraagd van wie zijn jouw 6 beste rappers. Ja. En toen had hij me dus gezegd, Jonah Fraser, Boef, Mokromaniac. Dus toen ben ik onderzoek gaan doen. En toen heb ik ze geroost. En toen waren we de volgende dag op Phonics. Allemaal geroost? Ja, ja, ik had ze in één filmpje, zeg maar... gemaakt, ik had ze gewoon echt voor schut gezet. Je draait al wat langer mee, dus je luistert waarschijnlijk al langer naar de muziek. Ja. Wat is er in deze nieuwe generatie dat jij wilde roosten, of wat je er niet... Die namen. Die namen. Ja, ik vind muziek vind ik sowieso niet leuk.
vind ik niks. Maar vind je muziek niet leuk of hun muziek niet leuk? Beide. Je vindt muziek sowieso niet leuk? Nee, wat ze nu maken. Oké. Okay. Dus ik moet je wel kunnen verstaan. Ja. Weet je? En praat, als je Surinaams praat, praat wel goed Surinaams. Snap je? Ga niet mijn taal gebruiken als kabel. En dan minder loopt den bari. Dat is geen Surinaamse zin. Het is ook niet afgekort of zo. Maar verbasterd. Nee, maar je kan mijn taal niet voor mij verbasteren. Ik vind dat ding. Hoe kan je als kabel bij een ding verbasteren? Ga je van Salto zoeken? Ja. Maar dit is een verbastering, toch? Van? Soto Ayam. Nee, die ken ik niet. Het is een Javaanse kippensoep. Ja. Die de Javanen gingen maken in Suriname, maar dan net andere ingrediënten gebruiken. En langzaam is het verbasterd naar Salto. Oh nee. Dus wat ik bedoel zeggen is de taal, het evolueert. Nee, maar dat is een gerecht. Je kan niet de hele zin voor mij verbasteren. Ik versta ze niet. Ik merk ook in Suriname dat de straattaal die in Nederland gebezigd wordt, vooral toen, ik heb het over 2005, ja. Was voornamelijk Surinaams. Ja. Nu zie je ook steeds meer Marokkaanse woordjes erin. Maar dat de Surinaamse woorden die hier op straattaal werden gebruikt, in Suriname een andere betekenis hebben of niet dezelfde betekenis. Omdat ze hier draaien ze dingen om bijvoorbeeld. Weet je, en dan willen ze ook Surinaamse woordjes gaan draaien. Nee, een Marokkaan kan dat niet doen voor mij. Bijvoorbeeld. Ja, weet je, nu heb je Nefo of zoiets. Nee, ja, super. Voor mij gaat dat, ik ben veel te oud voor die grapjes. Dus als je zo met me praat, ga ik je niet eens antwoord geven. Weet je, dat gaan we helemaal niet doen. Ik merk wel dat ik altijd mee kon draaien met de taal. Het gaat de afgelopen jaren gaat het te snel. Ja, of zij gaat te snel en te hem, of ik word te oud. Hun, het ligt aan hun. Ja? Het ligt nooit aan ons? Nee. We zijn veel te oud. We zijn niet te stift geworden van? Nee, we luisteren gewoon beter. Oké. Weet je, we luisteren gewoon naar wat onzin is en niet. En jij bent zo lang in de game dat jij wel weet van, dit klopt niet. Weet je? Zijn er mensen nu die dingen doen in de serie die je wel tof vindt, zeg maar? Je noemt een aantal namen. Verbastering van taal die je niet tof vindt, maar er gebeurt natuurlijk een hoop. Ja. De industrie is ook gegroeid. Ja. Ik denk dat de social media ook toch een soort van het makkelijker heeft gemaakt om je te profileren. Ja. Voor artiesten, maar ook voor jou bijvoorbeeld. Ja. Zijn er dingen die je ziet dat je denkt van die vind ik echt tof bezig? Je hebt in ieder geval SBMG genoemd. Ja, SBMG vind ik meer om de projecten die ze draaien. Ook, maar ook Chief, ja. Schrijf gewoon echt teksten. Ja. Weet je, zo'n gevoel zet hij nu op een plaat. Dat is hoe het hoort. Ja. Weet je, en Atje. Atje, ja, sowieso. Hij is nooit veranderd. Dus dat is voor hoe lang hij relevant blijft. En dat hij met de jonge generatie steeds kan hangen en ze kan meten. Is de wat? Hij heeft dat ook doen. Ja, Hef. Dat zijn wel Jay. Weet je, ja. Dat zijn toch wel weer de ouderen die wel. Wijzen van, je hoeft niet gek te doen. Ja. Je kan ook gewoon echt een gave en een talent hebben. Ik heb deze mannen hier van Atje en Jay echt al heel lang aan de weg zien timmeren. Ja. En met ups en downs. En ja. Ze hebben doorgezet en uiteindelijk zijn ze gekomen waar ze moesten komen. Dus ja. Dat een inspiratie kan zijn voor dat, veel mensen. Ja, dat vind ik hoe het hoort. Weet je, ik luister, ik hoef niet eens te luisteren of het een goede is of niet. Ik geef ze die stream. Omdat ik, zoals je zegt, ze zijn niet van nu. Weet je, ze zijn echt zo lang en ze blijven zichzelf. Ik ga nooit veranderen. Ik ben Baba eigenlijk off-cam en on-cam. Omdat ik altijd eerlijk ga zijn. Je noemt een aantal mensen terecht, hè? Dat die mening deel ik. Die zijn heel goed bezig. Ja. Maar dit zijn oudere guys. Ja. Zijn er jonge guys? Dat je denkt, van die is goed bezig. Dit is wat ik bedoel. Dit is een neefje die... die niet hoofd of buik hoeft te zeggen, die heeft geluisterd en die doet het goed. Dat is moeilijk, man. Omdat allemaal dezelfde dingen doen. Ik vind het moeilijk, hè? Om iets, ja. Iets positiefs over deze. Ja, omdat als ik iets zeg, moet het wel de waarheid zijn. Het moet niet een beetje de waarheid zijn. En ze doen heel veel domme dingen om zeg maar aandacht te krijgen. Ik had wel een discussie hier online over, ja. Waarin ik mensen die nog iets ouder zijn dan ik, hè, ja. OG's, ja.
zeggen van de jongsters zouden naar de woorden van de OG's moeten luisteren. En nou denk ik, aan de ene kant kan je natuurlijk leren van je voorgangers, van je oud. Ja. Alleen diezelfde OG's zijn ook jong geweest. Ja. En in hun jonge jaren hadden ze ook vaak een hard hoofd. En vaak door schade en schande verga je de wijsheid. Zeg maar. Ja. Zijn we dan niet soms te hard voor deze jongeren? Vergeten we niet, zeg maar, hoe wij zelf... Ik kan voor mezelf spreken. Ja. En dan weet ik dat ik ook wel mijn dingen heb gedaan die ik nu niet op diezelfde manier doe. Toch? En dat weet je alleen omdat je het wel zo hebt gedaan. Dus soms vraag ik me af of we niet te hard zijn als generatie, maar de generatie daarna. En vergeten zijn dat wij zelf ook die generatie waren. Hè? Ja, kijk, maar de leraren waren ook echt veel beter. Leraren op school? Tupac. Oké, ja. Qua rap. Ja. JC, Slick Rick. We hadden hele andere leraren. LL Cool J, Cannabis. We hadden echt mannen. Je kon het niet fokken. Want iedereen, nou man. Nee, er was gelijk, je werd, of je was goed of je was slecht. Ja, okay. En hier kan Femke gewoon beroemd worden. Beter, ze was beroemder dan Atje. Ja, zij zou beroemd worden met iets anders en daarna muziek gaan maken. Ja, maar in muziek mag zij nooit, nooit meer streams hebben dan Atje in mijn visie. Atje zou meer streams van mij persoonlijk krijgen. Maar ja. Ik snap wel dat er meer mensen zijn die Femke streamen. Doet mij soms wel pijn hoor. Want ja, dat is altijd pijn. Er zijn soms artiesten waarvan ik niet heel hoog heb zitten. Ja, die mensen ook hebben geïnspireerd, die de mensen van nu weer hebben geïnspireerd, bij wijze van spreken. En die dan op een 80.000 views blijven haken, terwijl zo'n Femke er dan 1 miljoen pakt. Strak. Ja. Strak, weet je. Maar wat ik wel... Wat doe je hier dan tegen? Ik bedoel... Je moet opstaan. We moeten met z'n allen opstaan. Dus er zijn nieuwe talenten. Wat bedoel je met opstaan? Ik ben van mening, daarom ga ik ook in 2019 echt bemoeien met muziek. Ik ga nu ook bemoeien. Omdat als ik praat altijd over die artiesten. Jonah Fraser is trouwens ook iemand die heel goed bezig is. Niet dat ik erover nadenk. Als we kunnen niet klagen over Caliboy. Even tussendoor. Hij zei het online tegen me van. Maar ik praat altijd over Kees bijvoorbeeld. Waarom heeft alleen Kees zo'n grote stuk taart? Kees de Koning. Ja. Weet je, ik ken hem niet. Maar waarom eet hij heel die bruilofttaart? Ja, hij 25 jaar. Ja, dat wat. Zelfs mensen van 25 jaar of langer. Ja. Moeten een stukje taart aan mensen gaan geven. Dus, maar ligt het dan aan Kees of ligt het dan aan de andere mensen die een klein stukje taart voor zichzelf aansnijden? Dat bedoel ik, we moeten opstaan. Of je klaagt, of je doet wat. Rotterdam Airlines heeft wat gedaan. Snap je? Nu zie je dat het begint te komen. Oké, hoe ze het aanpakken, dat is weer een ander verhaal. Maar ze zijn opgestaan. En als ik praat, als hoe ik ben... Moet ik ook opstaan. Snap je? Ik kan niet alleen maar negatieve dingen zeggen. Dus, weet je wat? Ik ga opstaan. Ik ga niet rappen of zo, maar we moeten wel een stukje van zijn taart hebben. Want het wordt oud. En ik wil het wel proeven voordat het dat niet meer goed is. Ja. Okay. Ik vind het wel belangrijk dat... Ik weet wie jij bent. Ik weet wat je kan. Ik ken iedereen in de scene. En niemand staat op om iedereen bij elkaar te brengen. Dat is raar. Dat is raar. Ja, lijkt me moeilijk om iedereen bij elkaar te brengen. De mensen die je nodig hebt. Nee, die mensen die je nodig hebt. Weet je, ik kan niet geloven dat Femke een betere schrijfster is dan jou. Dit is weer zoiets, Femke. Misschien heel populair, ook tegelijkertijd een van de meest gehate artiesten, denk ik. Ja, dat daarom lukt. Maar soms is negatieve aandacht is gewoon ook aandacht. En ja. Ik zie wel de mensen die haar bestrijden of online dingen over haar zeggen, niet net zo hard online aanwezig zijn om iemand een big up te geven die ze wel tof vinden. Klopt. Zo iemand ben ik. Zo iemand ben ik. Dus, ja. Maar maak je dan niet, schijn je dan niet toch licht op iets waar je eigenlijk niet zoveel licht op wil? Ja, en daarom ben ik ook daarmee echt gestopt. Oké, ja. Ja, ik zeg het nu gewoon, maar ook gewoon als voorbeeld. Ja, ja, ja. Maar dat klopt. Ja. Weet je, omdat zij is gewoon door haat. Is haar eerste single goud geworden, sneller dan iedereen. Ja, omdat we wouden lachen.
Maar niet wetende dat zij een Mercedes ervan heeft gekocht. Ja. En dat doet mij meer pijn. Ja. Snap je? Dus ik had al pijn. Ja, nu ga je gewoon zout in mijn wand gooien. Ja. Weet je, dus als we niet opstaan, moeten we ook niet erover praten. Oké, dus minder lullen, meer doen eigenlijk. Dat is de motto. Ja.